zet op die manier zijn baan op het spel. Hierna het jaar van Willy Brort. Onze onbevreesde verslaggever bezoekt mensen voor wie 1995 een topjaar was. En hierna Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. U ziet de vreemde zaak van een moordverdachte die werd vrijgesproken. Vanavond dit en Niemand de Deur Uit bij RTL 4. Opname van moord op Rabin vrijgegeven. Proces tegen Yigal Amir verdaagd. Kabinet houdt voorlopig vast aan nabestaande wet. Het RTL Avondnieuws met Jeroen Pauw en Loretta Schrijver. Goedenavond. Goedenavond. Israël zit vanavond aan het televisietoestel gekluisterd. Zojuist heeft een Israëlisch televisiestation videobeelden uitgezonden waarop te zien is hoe de student Yigal Amir premier Rabin met pistoolschoten om het leven bracht. De uitzending valt samen met het begin van het proces tegen Amir. Nadat de aanklacht was voorgelezen, werd het proces verdaagd tot 23 januari. Maar niet alleen Amir staat in de beklaagde bank. De videobeelden maken duidelijk hoezeer de Israëlische geheime dienst heeft gefaald in haar opdracht premier Rabin te beschermen. Kijkt u naar deze beelden in een bijdrage van correspondent Connie Mus. Dit zijn de beelden die ook in Israël vanavond voor het eerst te zien zijn. Amateurvideo van de moord op Yitzhak Rabin. Ruime tijd, net alsof hij erbij hoorde, stond de dader Yigal Amir rustig zijn moment af te wachten. Op de parkeerplaats van de ministeriële auto's. Niemand viel hem lastig. Ook niet deze drie agenten die geruime tijd naast hem stonden. Wat de meest beveiligde plek had moeten zijn op de avond van 4 november, zat vol veiligheidsgaten. Shimon Peres en andere ministers liet hij rustig, ongestoord hun weg vervolgen. Maar toen premier Rabin de trappen van het podium afkwam na afloop van zijn toespraak voor de vredesdemonstratie om naar zijn auto te lopen, kwam Yigal Amir in actie. Beelden die opnieuw de nodige vragen doen rijzen. Bijvoorbeeld over het functioneren van de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet. In Jeruzalem zit onze correspondent Connie Mus. Israël zat zojuist aan de buis gekluisterd, Connie. Het belangrijkste moment is die aanslag zelf. Laten we daar nog even naar kijken. Blijft het toch opmerkelijk dat iemand zo makkelijk dichtbij kan komen met een wapen, hè? Ja, dat is de grote verbijstering hier in Israël ook vanavond nadat voor het eerst, net als in Nederland, het publiek deze beelden heeft kunnen zien. Want het blijft natuurlijk slecht beeld. Dus hoe groot is de afstand precies? De afstand van de cameraman is minder dan 60 meter geschat ongeveer. En de afstand van Yigal Amir tot Rabin? Nou ja, als hij één stap verder had genomen, had hij Rabin aangeraakt. Zo dichtbij was hij. Ja. Opmerkelijk is ook dat Amir de filmer al opviel. Ja, dat is heel opvallend. Het lijkt erop dat hij zelfs een paar keer heel bewust Yigal Amir gevolgd heeft. Het is niet helemaal duidelijk of dat ook werkelijk het geval is.
Wat wel duidelijk is dat ook de filmer in staat is geweest zo dichtbij de auto's en bij de ministers te komen die avond. Hier staat hij dan, daar staan de agenten, hè? Ja, hij heeft een tijdje lang gewoon, hij heeft daar waarschijnlijk uren rondgehangen die avond in de buurt. Maar hij heeft dus op een aantal momenten gewoon met veiligheidsbeambten die daar waren staan praten en er rustig nagestaan. En niemand heeft hem vragen gesteld. Ja, degene die deze beelden maakte is een amateurfilmer, een boekhouder die camera te leen had. Hij denkt, hé, dat is een verdacht iemand. En dan ga je met die zitten suffen. Ja, daar lijkt het op. Maar nogmaals, dat is op dit moment speculatie. De filmer die ontkent dat. Die wijt het allemaal aan toeval. Hij vond het leuk om die hele avond te filmen. Maar hij heeft niet bewust Yigal Amir gevolgd, zegt hij. Nou, dan heeft Yigal Amir direct na de aanslag gezegd dat hij ook Peres wilde vermoorden. Laten we even naar dat beeld kijken dat hij daar alle kans voor heeft gehad. Ja, hij heeft op een aantal momenten alle kansen gehad om dat te doen. Hij heeft het uiteindelijk heeft hij besloten op dat moment. Hij wilde zowel Peres als Rabin vermoorden, maar hij heeft die avond besloten, heeft hij al laten weten via de rechtbank en de ondervragingen, dat hij uiteindelijk besloot om maar op Rabin te wachten. Ja, want uitgesloten is uiteraard dat hij op dat moment beide kon neerschieten. Want daarvoor stonden zowel Rabin als Peres te ver van elkaar af, hè? Ja, Peres en Rabin zijn niet tegelijk naar beneden gekomen. En hij moest dus een keuze maken. En zijn keuze is op Rabin gevallen. Nou is die veiligheidspolitie en die geheime dienst, die zijn altijd erg geprezen in Israël. Als je deze beelden ziet en ziet welke ruimte deze man heeft gekregen, dan lijkt me dat toch het failliet van deze clubs. Ja, die club staat er beslist niet slecht voor. Er zijn ook 7 hoofden van de veiligheidsdienst, waarbij ook het hoofd van de politie in Tel Aviv gewaarschuwd dat ze maar beter een advocaat in handen kunnen nemen. Want de onderzoekscommissie heeft ze in feite gewaarschuwd. Jongens, jullie positie staat er niet slecht voor. En misschien moeten ze zelfs voorkomen. De beelden zijn net gezien op de Israëlische televisie. Gedeelte van die beelden waren al verpakt in de krant van vandaag. Hoe zijn de reacties op het uitzenden van deze beelden? Verbijstering. Naar aanleiding van de foto's, slechte foto's overigens van de videobeelden hier in de kranten vanmorgen, hebben de mensen met verbijstering gereageerd en iedere keer maar weer die vraag gesteld. Hoe is het mogelijk dat de allerhoogste leiders in dit land zo onbeveiligd daar rond hebben kunnen lopen? En dat mannetjes als Yigal Amir en ook de cameraman en wie weet wat er nog meer rondliep daar die avond, zo dichtbij dit soort belangrijke mensen konden komen. De rechtszaak tegen Yigal Amir is vandaag begonnen. Denk je dat deze beelden die rechtsgang ook zullen gaan beïnvloeden? Ja, uiteraard. Ik bedoel, de bewijslast is keihard naar aanleiding van die videobeelden. Maar aan de andere kant is dat ook helemaal geen probleem, want Yigal Amir heeft bekend. Hij heeft nooit ontkend. Zijn advocaat heeft wel geprobeerd vandaag via een kort geding het uitzenden van de beelden hier in Israël tegen te houden. Maar dat is niet gelukt. Goed. Connie Mus, in de uitzending om 10:55 wordt uitgebreid met jou nagepraat over deze beelden. Bedankt. Overige nieuws. Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken houdt vast aan het voorstel om 1,3 miljard...